Hij heeft heel veel geld verdiend voor Ajax. En daarom is hij ook zo in het nieuws de laatste dagen. Mark Overmars. Hij dreigt te vertrekken. Hij dreigt weg te gaan naar een andere club. En wie worden er allemaal genoemd? Ik geloof Barcelona wordt genoemd. En Arsenal wordt genoemd. En Manchester United wordt zelfs genoemd. Ja, hij is niet meer te houden natuurlijk. Die andere clubs zitten natuurlijk niet te slapen. Daarom, omdat Mark Overmars goed werk heeft verricht bij Ajax. Eerlijk is eerlijk. Ook al loopt het soms even wat minder. Hij heeft geweldig verkocht. En eigenlijk ook heel goed gekocht. Daarom deze video eventjes met hem. Deze oude fax van Max. Mark Overmars, de populairste voetballer van Nederland, revalideert in Zeist. Dat doe ik niet. Ja. 800 keer per dag. Ik nodig hem aan om met mij een diner voor twee te gaan eten. Dit is geen specifieke fax, maar een soort vergaarbak van meisjes. Tientallen, honderden meisjes willen bij Mark op bezoek. Hij heeft ontiegelijk mooie benen. Nou, hij wordt super sterk. Ja? Hij wordt sterker dan geloof ik. Dan weet je uit wat ik heb. Ja, het is gewoon een droppie. Het is echt, ja, hij is gewoon hartstikke leuk. Our last invitation. I know you sent me some. En? Sportief. Oh. Mooi haar. Ja. Ophouden nou, hoor. Ja. For the miracle to come. Wat heeft Mark nou wat ik niet heb? Nou. Is jong en diep van huwelijk. Twintig meisjes kregen van ons een uitnodiging op ziekenbezoek te gaan bij Mark Overmars. Uit het hele land waren ze gekomen. Van Beetsterswaag tot Brunsum, van Groningen tot Goes. With your bugle and your drum. Mark was zo vriendelijk ze bij de deur al te verwelkomen. Allemaal hadden ze een cadeautje meegenomen. Maar aangezien Mark geen verlanglijstje had gemaakt, kreeg hij 18 keer hetzelfde. Ja, ja, nog eentje hoor. Ja, ja. Ten slotte vroeg Harry nog even naar de bekende weg. Ga je de EK halen? Vertel het even aan u. Ik wil een eerlijk antwoord van. Ja, ja, ik wil een eerlijk antwoord en dat zij het ook als eerste weten. Ik denk het niet. Nee. Dan kijk ik niet.